Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik weer alles filmen wat ik op een dag eet. Een eetdagboekje bijhouden. En het gaat vandaag een uitdaging worden. Want normaal gesproken doe ik op zondag meer een deel van de week alvast uitplannen. En boodschappenlijstjes schrijven. En dan heb ik wel vandaag uitgepland. En al mijn avondeten voor de hele week. Maar nog niet de rest van de dag. Of de dagen. Dus dat moet ik nog even doen voordat ik echt mijn boodschappen ga halen om een uur of 3:30. Dus dat doe ik dan wel even met mijn pauze, denk ik. Een beetje vooruitwerken. En het wordt nog een grotere uitdaging, want ik heb voor mijn middagsnack had ik mager yoghurt met blauwe bessen en honing bedacht. Maar ze geven vandaag 32 graden af, dus om nou magere kwark mee te nemen naar mijn werk. Waar ik geen koelkast heb. Nee. Dus ik denk dat ik alleen maar mijn lunch meeneem en dan eventjes, net voordat ik echt boodschap moet doen met mijn cliënt, ergens even stop. Ik denk bij de Albert Heijn of zo, even. Doe ik normaal ook een boodschap of niet. Maar het ligt wel op mijn route. Omdat ik daar eventjes zo'n barbel reep of zo haal. Want ik heb nog best wel eiwitten over. Maar zeker als ik de kwark afgehaald. Dus ik denk dat het zo niet gaat worden. Stay tuned. Ik moet het even op mijn telefoon opnemen. Want ik had natuurlijk weer geen camera meegenomen. Maar ik had een cooking team barbel even snel opgehaald. Met mijn cliënt. Dus ik heb er twee, want het waren net 1-2 gratis. Maar ik denk dat ik zo toch nog langs de andere Albert Heijn moet met mijn eigen kinderen voor ijsjes. Dus dan haal ik er misschien nog wat meer op, maar mijn kind weet niet dat het niet zo kan. Dus ga ik nu eten, het is 2:30. Dus super veel honger, zweet loopt van mijn rug. Maar dan weet je dat, hè? Dit eten dus ook. Kwart over 9. Ja, het is kwart over 9. Ik heb op een handje blauwe bessen na niks meer gegeten. Ik voel me gewoon echt niet oké. Ik denk dat ik gewoon kom het te warm is. Dus ik wil ook echt sporten vandaag, maar het is gewoon zo warm. En ik heb zo benauwd de hele tijd. En de kinderen op bed. Oh, ik moest ze douchen en babberen. Het is zo warm boven zolder. Dus dat was het een beetje. Een zeer korte vlog. Maar ik hoop dat jullie dat uitgehaald hebben. En dat jullie het leuk vonden, dat ze was, geef dan een duimpje omhoog, abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende, hopelijk wat uitgebreidere video's. Doei!